Buitenlanders die illegaal het land proberen binnen te komen terwijl de grenzen gesloten zijn, zullen keihard worden aangepakt. Dit benadrukte kolonel Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, gisteren op de COVID-persconferentie. Hij zegt dat de autoriteiten zich buigen over wat het lot van de illegalen moet zijn nadat ze zijn opgepakt. De druppel die de emmer deed overlopen was een illegale Braziliaanse man die positief getest is op het virus. Hij is samen met 8 anderen aangehouden in Nieuw-Amsterdam. Hij is het 11e positieve geval sinds de eerste besmetting op 13 maart. Volgens Slijngaard zijn er 2 andere boten met 4 Guyanezen en 6 Brazilianen aangehouden. De kolonel benadrukt dat dit niet zo door kan gaan. Dat wij niet zo kunnen blijven doorgaan om mensen die illegaal komen, et cetera, elke keer naar quarantaineplekken te brengen. Want inderdaad, ik ben er zelf ook mee eens dat wij als Suriname verschrikkelijk veel geld moeten stoppen in het quarantaineruimtes in zijn algemeenheid. Als het gaat om repatrianten en mensen van Suriname die dus terug moeten komen, dan is het wat de overheid zich tot taak heeft gesteld en de verantwoordelijkheid die de overheid heeft genomen, is dat ze inderdaad in het kader van COVID-19 deze maatregelen zullen uitvoeren. Maar wanneer mensen illegaal komen naar Suriname, dan denk ik dat er een andere manier gezocht moet worden om deze mensen dus in elk geval te ontmoedigen om illegaal naar Suriname te komen. En we zijn in elk geval reeds bezig daarmee, omdat iedereen kan aan zijn klompen aanvoelen dat dit niet zo door kan blijven gaan. Slijngaard wijst erop dat de overheid enorm veel geld stopt in de opvang van illegalen, terwijl repatrianten als gevolg van gebrek aan quarantaineplekken niet teruggehaald kunnen worden. En om u een voorbeeld te geven, hebben wij niet zo lang geleden meer dan 100 mensen gehad die illegaal in Suriname zijn, aangehouden, vastgehouden, etc. De plaatsen waar we deze mensen onderbrengen, een kleine rekensom geeft aan dat we meer dan $80.000 moeten betalen. In principe om deze mensen in een ruimte te hebben die in principe gebruikt zou kunnen worden voor anderen, voor repats. Menselijkerwijs doen wij dat op dit moment, maar als we zien dat de school te groot wordt, dan begrijpt u dat wij ook uit een ander vatje gaan moeten tappen. Want wij zijn een land die proberen ons te houden aan regels en wij kunnen jou niet aanmoedigen om naar Suriname te komen, omdat je het in jouw land bij wijze van spreken niet op een correcte wijze doet. De directeur van DNV die heeft al aangehaald dat ook de diverse diplomatieke diensten zullen worden betrokken in het geheel. En ik denk dat wij dus gezamenlijk zullen moeten optrekken om in elk geval dit dat op ons afkomt en al een tijdje bezig is zich te ontwikkelen, om dat op een correcte wijze af te handelen. Maar ik zeg het op een rustige toon, omdat ik niet te agressief wil overkomen. Maar u kunt uw borst nat maken, want we gaan het niet zo laten. Tot zover kolonel Jerry Slijngaard gisteren op de COVID-persconferentie. Hij zegt dat illegalen binnenkort anders zullen worden aangepakt.